Serieus, kijk hoe leuk dit is. Oh, mensen, zijn jullie hier klaar voor? En we gaan dit samen even unboxen. Of toch maar niet. Redecorating, you know. Min 1, I don't care. Oh yeah, baby. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals je wellicht al in de titel had gezien, dit is weer een naked shopvlog. En ik heb echt hele leuke dingen gevonden. Dus ik kan niet wachten om jullie alles te laten zien. En aangezien dit een samenwerking is, heb ik voor jullie ook een kortingscode. Die kortingscode is Larissa. En daarmee krijg je 15% korting. Tenzij je een nieuwe customer bent. Want als je een nieuwe klant bent, dan krijg je namelijk 30% korting. Ik zal even in de beschrijving zetten hoe dat dan precies werkt. Want je moet dan dus een nieuw account hebben en met dat nieuwe account inloggen. En dan natuurlijk de kortingscode Larissa gebruiken. Ik zal ook alle linkjes naar de items die je in deze video gaat zien in de beschrijving zetten. Dus check dat vooral ook. En ja, verder denk ik dat ik dan alleen nog aan jullie heb te vragen of jullie alvast een duimpje omhoog willen doen. Doe dat alsjeblieft even, want daarmee help je echt deze video, maar ook mijn kanaal. En vergeet ook niet om een leuke reactie achter te laten. Welke van de items vond jij het leukste? Shop je zelf wel eens bij Naked? En wat voor andere shoplogs zie je graag nog terug op mijn kanaal? Dat zou ik ook graag horen. En vergeet verder niet te abonneren, dan gaan we beginnen. Oké, nou, ik weet niet of je het al zag, maar het is echt een huge doos die ik hier heb staan. En alsof dat nog niet genoeg is, heb ik hier nog een doos met de standaard Naked verpakking zoals we die ook kennen. Ik weet trouwens wel waarom het in zo'n grote doos is gekomen, want ik heb ook een aantal home decoration items. Maar laten we gewoon even keihard beginnen. En met keihard begin ik even met een heerlijk pakkie. Ja, jullie zien het al, ik hou echt wel van de leren looks. Helemaal herfstproof en ook wel een beetje winterproof. Dus toen kwam ik dit pak tegen, waarvan dit de blazer is. En toen dacht ik, ja man, dit moet ik hebben. Het is een rood leren pak. Eigenlijk een beetje, ja, lijkt bijna bordeaux roodachtig. Het is in ieder geval best wel een warme kleur, zeg maar. Nou, dit is dus de blazer. Het is een beetje een, ja, ik denk een oversized blazer, maar dat gaan we zo zien. En daar hoort dan dus deze broek bij. Een high-waist broek met best wel wijde pijpen. Het is niet echt een flare, maar meer een beetje zo'n, ja, zo'n coole broek, weet je wel. Gewoon helemaal van deze tijd. Ja, ik hou hier echt enorm van. Maar ik ga ze even bij elkaar aantrekken, dan kun je gewoon meteen zien wat voor look dit creëert. Ik zou dit nu zo naar jullie toe willen gooien en dan zien jullie me het ineens dragen. Laten we dat doen. Oké, 3, 2, 1. Oh, mensen, zijn jullie hier klaar voor? Ik denk niet dat veel mensen hier klaar voor zijn, voor deze look. Deze look is namelijk echt best wel... Het enige wat ik dus nodig had, was dit topje. En daarmee heb ik de look afgemaakt. Maar misschien is die niet eens nodig, want ik kan het ook gewoon dicht doen. En dan is het dit. En dan is het nog steeds heel vet. En dan kunnen we dit wegwerken. Dan krijgen we ook nog een décolleté. Wordt het alleen nog leuker. Oh, mensen. En dit kan je natuurlijk ook losdragen als een blazer. Als een jasje. Als een, bedenk het maar, een jurk. Blazerjurk misschien. Multipurpose outfit. I love that. Love it. Dan heb ik ook deze zwarte blazer besteld. En eigenlijk is dat omdat ik me besefte dat ik gewoon niet een goede zwarte blazer heb. En had, nog niet, nu wel. En ik vind dat eigenlijk echt niet kunnen. Dit is zo een must-have. Een staple piece. Iets wat je gewoon niet mag missen in je garderobe. En op de een of andere manier had ik dat gewoon niet. Heel gek. Dan moet ik zeggen, ik ben ook niet echt van de zakelijke lookjes. Maar... ik denk dat ik hiermee ook wel echt alle kanten op kan. En ik denk dat deze winter alles ook wel een beetje om die classy vibes draait. Dus ja, hiermee kun je dan gewoon echt elke look afmaken. En in de zomer kan het natuurlijk ook leuk zijn als een soort van jasje. Oké, nou hoopte ik dus dat dit zo'n blazer zou worden waar ik ook gewoon een shortje onderaan zou kunnen trekken. En dat het dan net lijkt alsof je er een jurk van hebt gemaakt. Weet je wel, een blazerjurk, maar dan zonder risico's. Dat idee. Ik denk dat dat wel gaat lukken, want hij is vrij lang. Kijk, hij komt tot en met hier. Dus als ik hier iets van een shortje onderaan zou trekken en dan bijvoorbeeld over knee boots of gewoon hoge laarzen, ja, dan denk ik dat we echt wel een lekker lookje te pakken hebben. En verder is het natuurlijk ook altijd gewoon te gebruiken als de blazer die het is. Zijn jullie blazer types? Ik ben dus geen blazer type, dus ik moet er eerlijk gezegd nog wel een beetje aan wennen. Maar dit went wel. Dan heb ik ook echt een heel vet paar laarzen. En we gaan dit samen even unboxen. Oh, dit klinkt ook wel helemaal lekker, toch? Wie houdt er van ASMR? Laat het weten in de comments.
klinkt nog lekkerder als je er ook beeld bij hebt. En ziet dat er dan zo'n prachtige laars tevoorschijn komt, jongens. Mensen, dit had ik toch nodig in mijn leven. Ik wist niet hoe hard ik dit nodig had in mijn leven. En ineens is het er. Ik zie jullie dat wel eens reageren onder mijn YouTube-video's. Ik wist niet hoe hard ik deze video nodig had. En dan denk ik altijd, hé, dat is echt een goede opmerking. En zo'n heerlijk compliment. Nou, datzelfde compliment maak ik dus nu naar deze laars. En ik vind het ook heerlijk dat het zo'n soort van, ja, vierkante hak heeft. Nou ja, het is dus een kniehoog laarsje. En dat is het sowieso helemaal dit seizoen. Want ja, we doen ook nog de overknee boots hoor. En de ankle boots. We doen ze allemaal. Maar hiermee ja, kun je echt een lookje nog net even iets kittiger maken. Want dan zie je toch een beetje knie. Stel dat je bijvoorbeeld een rokje erbij aan hebt. En ja, ik vind deze zo mooi. Ik vind de kleur mooi. Ik vind het reliefje mooi. De hele look en feel vind ik prachtig. Het puntje. Helemaal classy en chic. Oh mijn god. Ik weet niet wat ik nog meer over deze laars moet zeggen. Maar volgens mij is het ook niet nodig om het hier langer over te hebben. Want jullie zien toch allemaal dat die geweldig is. Wat tof is aan deze laarsjes is dat ze een beetje een losse schacht hebben. Waardoor je dus ook er eigenlijk slanker uit gaat zien. Omdat die zo een beetje losjes om je benen heen valt, zeg maar. Verder zijn ze ook heel goed te bewandelen. Deze hak is echt helemaal niet hoog. Je voelt er eigenlijk bijna niks van. Dan, puur omdat ik daar nog naar op zoek was, een zwarte midi rok. En dit is een midi rok waar, als het goed is, een split aan de voorkant zit. Jazeker. Hier zien we een split. En verder zit die volgens mij best wel strak. Nu zie ik dat ik... Ja, ik heb wel een S genomen. Maar als ik er zo naar kijk, denk ik... hij mocht voor mij nog wel ietsjes strakker zijn. Ja, oké. Okay. Hij had voor mij wel nog strakker gemogen. Ik denk dat hij dan net wat mooier had gezeten. Wat je ook namelijk krijgt met zo'n hele strakke rok, is dat die bijna je figuur... maakt of zo, weet je wel. Dat je silhouet gewoon echt nog beter uitkomt. Maar alsnog is het gewoon een hele fijne rok die goed inzetbaar is. Bij wat voor schoenen dan ook. Kan bijvoorbeeld een overknee boot zijn. Of bij sneakers. Of bij, nou ja, knielaarsjes, enkelaarsjes. Alles is mogelijk. Gaan we door met een aantal woonaccessoires. Ik zei al dat ik daar heel enthousiast over was. En dat ben ik nog steeds als ik dit zie. Al is dit nog maar een klein item. Dit is namelijk een kandelaar waar nog allerlei piepschuim aan kleeft. Kijk eens, helemaal cute. Oh jongens, ik ben namelijk de afgelopen dagen een beetje aan het herdecoreren. Of redecorating, you know. En ja, dit is daar dus een beetje onderdeel van. Het blijft niet helemaal lekker zitten, maar maakt niet uit. Komt goed, maken we wat moois van. En dan heb ik nog iets heel erg moois. En dit vind ik... Dit is ja, echt iets waar ik op heb gewacht. Omdat ik gewoon niet kon wachten om het te gebruiken en mooi neer te zetten in mijn redecorations, you know. Okay, blijkbaar wil ik die nog helemaal spannend doen. Er zit ook weer allemaal piepschuim op. Kijk, dit is een vaas. Ja, dit is een hele mooie vaas. Ook best een zware vaas, maar goed... ik ga er helemaal zachtjes van praten, omdat ik gewoon geïnspireerd word om een beetje minimal te doen. Want het is echt zo'n minimal kaars die echt, ik denk in elk huishouden wel gewoon een mooi plekje zou kunnen krijgen. Nou had ik het idee om hier bepaalde bloemen in te doen, maar als ik zo kijk dan denk ik, nou ik denk dat dat niet gaat passen. Dus misschien dat ik dan in plaats van droge bloemen toch iets anders erin ga doen. Ik heb al een idee. Wacht. Kijk, dit leek me leuk, maar dat gaat misschien niet passen. Of misschien moet ik dan heel erg gaan... pushen. Het zou in ieder geval wel heel mooi kunnen staan. En anders, dan wordt het gewoon dit. Gewoon dit. Dit is niet gewoon. Dit is niet gewoon. Dit straalt iets uit. Dit is special. Dit is hartstikke mooi. Oh, deze mag eraf. Jij gaat niet terug. Jij blijft hier, liefie. Kaartje mag eraf. Kijk hoe leuk dit is. Echt, dit is ook gewoon helemaal mooi als ik bepaalde dingen moet fotograferen en zo, weet je wel. Dan wil je dit in je achtergrond hebben. Ja. Teken van stijl. Dan gaan we door met nog een showstopper. Namelijk deze teddy, ja, soort van teddy, soort van shirling jacket. Ze hebben hier echt 10.000 namen voor. PU jacket, wat een beetje die leren look heeft. En ja, dus een teddy binnenkant. Echt heerlijk. Als je hem zo ziet, dan word je hier toch gewoon op slag verliefd op. Ik in ieder geval wel. Dus donkerbruin met een beetje een crème kleurige binnenkant. Maar je had hem ook in het zwart met wit. Alleen dat vond ik net even te, ja,
te kil of zo, dat zwart-wit. Dit heeft dan net een iets warmere uitstraling. Past dus ook perfect bij deze boots. Denken jullie niet? Jongens, is het al winter? Voor mij is het al winter. Het mag echt morgen winter worden. Gisteren liever nog eigenlijk. Echt. Want ik wil deze jas aan kunnen doen, lieve mensen. Dat snappen jullie toch wel? Ja, min 1, I don't care. Min 10, I don't care. Want met deze jas kan ik echt elke kou trotseren. En ook echt trotseren, want ik zie er ook best wel trots uit, of niet dan? Ja, ik ben trots op deze jas, maar ook als in... Hiermee wil je naar buiten, weet je wel. Aanwezig zijn en zo. Hij is echt best wel lang. En hij zit lekker, hij is mooi. Ik vind het ook tof dat hij dan toch getailleerd is, weet je wel. Want daarmee maak je van zo'n jas tenminste nog wel een soort van vrouwelijk iets. Maar als je dat niet wilt, hey, dan kan je hem ook gewoon lekker opengooien. En dan neemt hij ineens de hele ruimte in. Oké, het voelt alsof ik nu voor het eerst echt een kledingstuk ga laten zien. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het is alleen wel de eerste en ook de enige top die ik heb geshopt dit keer. Namelijk deze donkerblauwe. Die eigenlijk een beetje van de voorkant een peekaboo effect heeft. Zo noem ik dat maar eventjes. Zo'n topje die aan de voorkant dan open hangt. Nou, ik moet het even laten zien. Maar in ieder geval een donkerblauwe. Heerlijk stofje is dit echt. Ja, hij heeft dus ook nog wel iets seksies, omdat hij dus een soort van open hangt. En je kunt zelf bepalen wat je daar dan onderaan doet. Wil je niet te veel laten zien, dan kun je er iets van een bralette onderaan trekken. Wil je wel meer laten zien, ja, dan is een BH voldoende misschien wel helemaal niks zelfs. Ja, snappen jullie wat ik bedoelde? Dit is dus het idee van een vestje, dat niet echt een vestje is, dat tegelijkertijd een top is. En dat dicht maar ook open is. Oh my god. Ja, het heeft heel veel. Het heeft ook heel veel te bieden. Vooral dit hele gedeelte. Wat dan gewoon door iedereen kan worden gezien eigenlijk. Althans, ik vind het meevallen hoor. Ik vind het best kunnen. Maar je zou ervoor kunnen kiezen om er iets onderaan te trekken. Maar ik vind dit... Ja, ik vind wel dat het eigenlijk zo moet. Natuurlijk wel durven dragen. Maar kan ook echt op een andere manier. Zie je hoe ik zo moet doen? Want als ik te veel beweeg, ja, dan beweegt er wel meer, hè? Dus, voorzichtig. Maar, leuk. Ik vind hem wel heel mooi. En het zit ook echt heel lekker. Oeh, zag je dat? Voorzichtig dansen? Of toch maar niet? Dan heb ik ook dit paar oorbellen gehaald. Ja, dit zijn gewoon echt weer van die grote oorbellen. Massieve oorbellen, heavy oorbellen, bold statement oorbellen. Gewoon echte Larissa oorbellen, zeg maar. Ik heb nu dus ook best wel kleintjes in. Deze zijn wel heel cute hoor. Die komen van de Zara. Waren maar 9,95 euro. Vond ik leuk. Maar deze zijn dan gewoon iets meer, ja, iets meer aanwezig, zeg maar. Wel redelijk zwaar. Maar dat heb ik voor dit soort oorbellen altijd wel een beetje over. Een beetje. Een beetje nog. Precies dit beetje dat hij bijna is uitgerekt. Nou, als je een nieuwe winterjas hebt, dan moet je natuurlijk ook een nieuwe sjaal hebben. Dus ik ging voor deze zwarte sjaal. Die past niet per se bij de jas die ik heb laten zien. Maar die past verder wel echt bij bijna al mijn jassen. Aangezien het gewoon een zwarte sjaal is. Ze hadden deze ook in het wit. Volgens mij nog in het groen, oranje. Best wel veel mooie en uitgesproken kleuren. Echt heel tof. En toen heb ik echt zitten twijfelen ook van, oh, welke kleur past dan het beste? En toen dacht ik, ik heb gewoon nog geen zwarte sjaal. Dus het is weer zo'n basic, maar die wel echt met alles gecombineerd kan worden. Dus dit is helemaal top. Dan heb ik tot slot nog een doos. En dat is weer een doos waar prachtige schoenen in zitten. Dit keer geen hoge laarzen, maar enkel laarzen. Ah! Oh yeah, baby. Oh yeah. Kijk even dan. Dit zijn toch spetters. Wat een spetters. Wat hier leuk aan is, is dat ze echt best wel zacht zijn. Dus dat zit sowieso heel erg lekker. Het heeft een beetje zo'n suède lookje. Weer een heerlijk hakje. En met heerlijk bedoel ik dat er ook gewoon goed op gelopen kan worden. En deze voorkant is wat meer vierkant. Vond ik ook wel een keer leuk. Het is alsof de neus van een schoen altijd een beetje vertelt wat je komt doen ergens. Vind je niet? Een puntje is echt stylish op dit moment. Vierkant vind ik wat meer zakelijk overkomen. En rond is speels. Snappen jullie me? Laat weten in de comments. Ik ga dus tegenwoordig vooral voor zo'n puntige look. Maar ik heb ook veel ronde schoentjes. Alleen vierkant echt nog bijna niet. Dus deze is echt heel erg welkom in mijn kleding schoenenkast. Ik heb nog getwijfeld. Want ze hadden ook dit soort schoentjes met wat meer een punt. Maar als ik dit zo zie, denk ik. Ja, ik heb misschien wel meer vierkantige laarsjes nodig. Dan bedoel ik laarsjes met een vierkante punt.
Ik vind ze echt prachtig. Dan waren dat alweer alle items binnen deze video. En ik ben echt super blij met wat ik heb geshopt. Die twee paar schoenen die waren echt heel erg geweldig. De jas was geweldig. De kledingstukken ook leuk. De oorbellen misschien net iets te zwaar, maar toch ook tof. En die woonaccessoires, I can't. Dus ik ben echt super blij met wat ik allemaal heb geshopt. En ik hoop dat ik jullie ook weer heb geïnspireerd. Zoals ik al zei, alle linkjes staan in de beschrijving. Laat me vooral weten welke items jullie het leukst vonden. En vergeet natuurlijk ook niet om lekker te shoppen met korting. Zoals ik al zei, met de kortingscode LARISSA krijg je 15% korting. Maar als je een nieuwe klant bent, dan krijg je 30% korting. En die korting geldt overigens op alles. Dus ook op de sale artikelen. Dus best wel leuk om een keertje bij Naked te gaan shoppen. Als je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Dus ik zou zeggen, check dit vooral. Ik zet alle informatie hierover ook nog eventjes in de beschrijving. En daar vind je dus ook de kortingscode nog een keertje terug. Daar vind je de linkjes terug, had ik al gezegd. Vergeet verder niet om je duimpje omhoog te doen. En natuurlijk een leuke reactie achter te laten. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot snel. Doeg! Dit is toch geweldig. Ik heb het idee dat ik echt zo uit een rockstar movie ben. Uit een rock movie ben gestapt. Als een rockstar. Ja, oké. Okay. Jammer dat ik niet uit mijn woorden komt. Dat haalt wel een beetje de flair weg. Maar goed, heb ik heel veel flair nodig als ik deze outfit aan heb? Nee toch? Ik heb helemaal niks nodig.